Goeie met je. Goedemiddag. Net schrikken? Ja, dat doe ik wel. Ja, wij binnen van het televisieprogramma Heer. Ja. En wij hebben een nieuwe rubriek. Ja. En dan bellen we bij de meesten om de vraag, wat hing er bij jou boppen de bank? Een zelfgemaakt quilt schilderij. En zou je het willen zien? Ja, dat dacht ik al. Nou, kom verder. Nou, wat aardig. Komen we even binnen. Dit is een quilt, noemen ze dat. Dat is zelf gemaakt. En dat patroon, dat heb ik al wel, ik denk al wel 40 jaar had ik dat in huis. Op een tekeningetje. Dat is ooit eens een wedstrijd geweest. Dan mochten de mensen de rand van het bord schilderen. En daar kwam deze toen als winnaar uit. En toen, een paar jaar geleden, dacht ik van nou, dat wil ik op, van stof maken. En hoe gaat het met jou? Want ik zeg even naar jouw eerm. Je liet je een blessure of iets hebben. Nee, dat heb ik niet. Dat is een. De naweeën van borstkanker. Ik heb borstkanker gehad en mijn lymfeklieren waren positief. Dus die hebben ze allemaal eruit gehaald. En nou, zoals je ziet, die arm is aardig dikker dan de andere arm. En dat houdt vocht vast en daarom heb ik een steunkous om mijn arm. Dus mensen dragen hem om de benen, maar ik heb hem om de arm. En ik schaam me er niet voor. Nee. Dat hoeft ik zeker niet. Nee. En hoe gaat het nou met jou? Ja, ik ben al 14 jaar in reservetijd, dus het gaat heel goed. Ja, gelukkig wel. Ja, wat noffelijk. Ja. En hoe ziet jouw dag die jood uit? Ben je nou wat leuks onderaan? Mijn man en ik, mijn man zit buiten de aardappelschillen. Mijn man en ik doen elke dag spelletjes, jatseeën en ik ben op het ogenblik een beetje aan het aftellen, want mijn dochter is 2 maanden op bezoek geweest. Die woont in het buitenland en die gaat morgen weer weg. Dus het is een beetje, die is nu nog naar vrienden toe in de stad en morgen gaat ze weer vliegen. En waar ben ik jouw dochter? In Egypte. Ja, in Cairo. Heeft ze een eigen woning, daar werkt ze. En daar is ze ook verloofd inmiddels. Aha. Ja. Dus die is de verleefde heen en weer. Nee, die is een beetje haar roots achterna gegaan. En haar biologische vader komt daar vandaan. En het is altijd al een wereldreiziger geweest. Maar ze is haar roots achterna gegaan, heeft haar werk gevonden. Nou, en sinds een jaar is ze verloofd. Ja, leuk. Ja. En Josisse, haar biologische huid, ben je het ook in Egypte? Nee, die het in Greece. Daar is ze dus nou heen, hè. En daar had ze net zelf voor contact mee, maar ze zei ik van, maar toch even daarin. Nou, dat vind ik heel prima. Ze is, het is haar heid, hè? Is zij dan jouw dochter of is het een adoptiebeen? Nee, het is uw dochter, hè? Sien en mijn dochter. En dit is haar bonusheid. En dat gaat al je best. Maar ik had heel wat achter de rug. Psychisch gebied een hele lange periode. Ja, ja, jouw man is krijgt ook even binnenkomen. Die zit je krijgt boet in beeld, maar. Ja, nee, nou leuk jongens. Dat is, dat is een heel lang verhaal. Hè? Ik had een hele leuke man trouwd toen. Maar die weer 100% net te vertrouwen. En dit is 200% bol te vertrouwen. Dus. Nou, goeie met je. Je komt op een goed moment binnen. Ja, ik koeien hem roken. Hè? Maar jou krijg je meteen een prachtig mooi compliment. Ja. Heb meer jij? Dat weet er. Ik haar heel volle van hem. En mijn dochter, die zocht hem ik meer als heid dan haar eigen biologische heid. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn.